Kijk, dit is nu die kaart waar het hier in het begin van het debat over ging. Dat is de kaart, die een algemene vrije reiskaart eerste klas voor parlementaire. Deze kaart geeft recht op gratis vervoer binnen de grenzen van de Belgische staat op de lijnen van de lijn MIVB, TIC, als ook de binnenlandse treinen en klassieke internationale dagtreinen van de NMB's. Wel, voor mij hoeft dat niet. Hè. Dit is wat ik met die kaart doe. Hè. Ik hoef dat niet. Als dat niet veilig kan en als ik niet zonder intimidaties kan op de lijn rondrijden en als ik niet riskeer van gemolesteerd te worden, want er worden mensen gemolesteerd op de lijn, wel als dat niet kan en als u mij dat niet kan garanderen, dan betaal ik niet. Van zo gauw dat u dat allemaal kan garanderen, dat er veiligheid is en stiptheid, dan wil ik gerust een ticketje kopen. Ik heb dit soort abonnement niet nodig. Mevrouw Van der Meers, even voor de duidelijkheid, u krijgt dus wel geen nieuwe kaart, hè, als het stuk is. Oké, dat is duidelijk.